Het is zo dat wij vele dingen zegenen in het leven. We zegenen gebouwen, maar het is vooral belangrijk als wij mensen mogen zegenen. En mensen en dieren, die horen hier samen. Als wij straks ruiters zien, zij worden één. Een ruiter die een paard bereidt, die ermee op werk gaat op het land of die het voor amusement doet. En die twee worden in één gezegend. Als je een paard zegent, zegen je daarmee onmiddellijk ook de ruiter. Opdat het goed mag gaan, opdat zij geen ongevallen zouden tegenkomen. Dat is nog altijd zo. De volkse traditie, de volkse cultuur die in dat christelijk geloof zit van de zegening. Dat God zijn zegen mag schenken. Dat God de mens en de dieren nabij mag zijn in het goede. Om zo weinig mogelijk tegenslagen te hebben. En opdat God ook van aan die zijlijn zou mogen meekijken. Als mensen zich amuseren, maar ook in het werk. Dat het wel mag gaan, dat het goed mag gaan onder Gods zegen.